Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk, hè? Nou, het is donderdag is het vandaag en ik ga stoppen met Facebook, denk ik. Ik heb er geen zin meer in. Had ik een idioot genoemd en wat denk je, jouwe 30 dagen een ban. Weer aan mijn broek. Ja, het zal ook weer eens een keer niet. De Facebook-censuur ten top. Tegenwoordig mag je niks meer zeggen op Facebook. Als je wat zegt, dan ben je gelijk. Ja, word je verbannen. Er worden wel eens ergere dingen gezegd dan lul of klootzak of weet ik voor allemaal. Maar ja. Facebook houdt zijn eigen dictatuur. Want het is gewoon een dictatuur. Op Facebook mag je niks meer zeggen. Als het de grote heren van Facebook uitkomt, dan ja, die bepalen de regels. En ja, die vinden nogal heel snel iets te spannend, te gevaarlijk, te eng. En dan gaan ze zulke enge dingen gaan ze doen. Het is gewoon echt een galbakkencultuur daar bij Facebook. Schaam je eigen. Het is van Google is het. Dus ja, Google is al helemaal een. Dan moet ik opgepassen wat ik zeg. Volgens mij is YouTube ook voor Google. Maar ja, in ieder geval. Het is gewoon een. Ik zeg het gewoon. Maar ja, het is gewoon schandalig, jongens. Schaam je eigen dood, Facebook. Ja, ik heb er geen goed woord voor over. In ieder geval. Ja, ik ben er een beetje klaar mee. Ik heb al eerder een paar keer geouwe hoer gehad met Facebook. gezeik over wat wel en niet mag. Die kleine zielige riddeltjes van ze. Ik ben het eigenlijk meer dan spuug en spuugzat. Wat een stelletje flapdrollen zijn het daar zo. En ik denk dat ik maar eens lekker naar de concurrent stapt. Je hebt een soort optie, heb je. Er is een alternatief is er. Het is niet echt heel erg bekend volgens mij. Ik weet niet hoeveel kijkers ze hebben. Ik moet nog eens even een keer kijken hoe dat precies zit. Maar ja, dat dus. En ik denk dat ik daar wel naar over ga stappen. Want ik ben Facebook eigenlijk al echt meer dan zat met dat slappe gezeik van ze. Dus ja, dat dus. Nee, voor mij ben ik niet meer zo'n fan van Facebook. Word er een beetje moe van. Elke keer dat kinderachtige gedoe, elke keer van ze. Dus ja, dat dus. In ieder geval bijna weekend, jongens. Nog één dagje. En dan ga ik morgen ga ik weer natuurlijk het weekend opnemen. Er gaat binnenkort wat aankomen op mijn YouTube-kanaal. Jullie weten het, bij 1000 vlogs en 1000 abonnees. Nou, de 1000 abonnees heb ik inmiddels al lang gehaald. Natuurlijk, de 1000 vlogs nog. Het duurt nou echt niet lang meer. En dan hebben we bijna 1000 vlogs hebben we. En ja, dan ga ik qua video's ga ik wat anders maken. Maar de praatvideo's. Daar gaat nog eventjes wat gebeuren. Daar ga ik nog eventjes wat op verzinnen. En die. Of nou ja, ik ga er niet op wat verzinnen. Ik heb eigenlijk al wat gevonden. Maar dat ga ik nog wel een keer vertellen. Ga ik nu even niet doen. Ik heb het een beetje druk ook. Ik ben nog druk bezig met vlogs editen. Ja, ik loop nog steeds ontzettend voor. Sorry daarvoor nogmaals. Ik ben ook al bezig om elke keer de vlogs. Opnieuw, nou ja, niet opnieuw te editen, maar van tevoren al te editen. Dan hoef ik ze alleen nog maar te uploaden en een thumbnailtje te maken. Dat gaat een stuk makkelijker, gaat dat. Dus ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig. En ik probeer zoveel mogelijk van tevoren de vlogs te editen. Dat is gewoon echt een stuk makkelijker. Ja, met het elke dag plaatsen van video's. Dat hoef ik niet elke keer hoef ik te editen. Ik moest, ja, ik heb ook wel eens een hele tijd gehad. Deed ik editen, deed ik. En dan
Ja, moest je dat op de dag zelf doen. Dus toen moest ik eerst een video helemaal in elkaar knutselen en dan online zetten. Er was een puinhoop. Tegenwoordig werk ik gewoon een beetje van tevoren een beetje bij. Dat gaat een stuk makkelijker. Is een stuk makkelijker met opnemen. Dus ja, ik vind dat een stuk beter. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus vandaar. Nou, in ieder geval, dit was even vlog. Even een hele kort vlogje eventjes. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.